Het is een zonovergoten dag en we staan hier in Helmond bij zonnestudio Sun & Shine. Manuela is een topondernemer, heeft 4 zonnestudio's en we gaan aan haar vragen hoe zij de coronamaatregelen, de coronacrisis overleeft. Ja Manuela, we zijn hier bij Sun & Shine, jouw zonnestudio. En je hebt 4 zaken, hier heb je 13 cabines. Je bent sinds 15 december ben je dicht. Hoe ga je het in godsnaam volhouden? Ja, het is gewoon moeilijk, want je bent heel de eerste lockdown ben je open geweest. En dan moet je 15 december sluiten. En nu gaat alles open en dan mag je niet open. En dat is gewoon moeilijk te verkroppen. En de reden daarvoor, niemand die me kan geven. Ja, want Hugo de Jonge die schijnt ook regelmatig naar de zonnebank te gaan. Ja, Hugo de Jonge die voelt zich eigenlijk ook beter. Heeft hij zelf aangegeven in het nieuws dat hij zich beter voelt als hij even onder de zonnebank gaat. Hij voelt zich eigenlijk gezonder. En klopt dat? Ja, ik denk dat heel veel mensen zich eigenlijk wel beter voelen door de warmte, maar ook door het kleurtje wat erop komt dat je al gezonder oogt. Zelfs bij Hugo de Jonge? Zelfs bij Hugo de Jonge. Hoeveel bedden hebben jullie? Ik heb er 13 hier. Jezus Christus, joh. Ja. Ongelooflijk bedrijf, joh. Manuela, heb je wel eens besmettingen hier gehad? Nee, totaal niet. Ik denk ook niet dat je hier een besmetting op kan lopen. Alles qua hygiëne, alles wordt afgedaan wat het menselijk lichaam maar aanraakt. En dan niet alleen. Er zit ook nog eens een keer een luchtventilatiesysteem in, dat 1700 kub per zonnebank nieuwe lucht invoert dus, en afvoert. Dus ja, het is te gek voor woorden. Ja, ongelooflijk. Maar er zijn geen cijfers bekend van hoeveel... Nee. Ken je mensen die corona hebben gekregen doordat ze naar de zonnebank gingen? Nee, nee. Nee? Nee, in het begin. Nooit gebeurd? Nee, nooit gebeurd. Wij doen ook altijd een contact en bron- en contactonderzoek. Mensen laten gegevens achter, dus daar kunnen ze altijd op terugkomen, maar ja. Maar de overheid geeft toch heel veel steun, dus je wordt ruimschoots gecompenseerd. Je hebt de TOGS, de TOZO, de TVL, de TONK. Ze verzinnen in Den Haag allerlei... Nee, we hebben de TVL en de NO-regeling. En is dat voldoende? Nee, ondanks dat we onder een verkeerde SBI-code vallen. Of tenminste, ja, het wordt bij de Kamer van Koophandel niet gevraagd van wat is je hoofdzaak. Ze vragen gewoon wat doe je in de zonnestudio. Ja, ik neem aan als je zonnestudio in gaat schrijven dat de hoofdzaak zonnestudio is. En dan komen er producten bij. En dan zeggen ze ja, het zijn drogisterijartikelen. En nu vallen we onder de drogisterijartikelen. Dus ja, wij krijgen een stuk lager steun. Maar hoe zit dat precies met de SBI-codes? Eén voor drogisterij en één voor zonnestudio. Ja. Ja. En, maar daar kun je gewoon bezwaar tegen maken, toch? Nee, dat kan niet, want dan moet je weer aanvechten. En ja, daar hebben we aangevochten, maar ook daar krijgen we nee op. Nee, want ze pakken gewoon de SBI-code die bovenaan staat. Hoeveel procent omzetdaling heb je dan? En nu hebben we 100% omzetdaling, want je bent dicht. Ja, oké, maar je hebt natuurlijk de drogisterijartikelen. Nee, want die worden niet verkocht, want mensen die gaan niet onder een zonnebank. Ja, dus ja, die kopen ook geen bruinigversneller. Die gaan ze... Waar zouden ze die voor gebruiken? Maar dan maakt het toch niet uit wat voor SBI-code je hebt, want je hebt gewoon nul omzet. Ja, we hebben nul omzet en toch krijgen we het niet. Ja, dit is toch niet meer uit te leggen? Nee, dit is gewoon niet uit te leggen. Nee. Ontzettend bedankt dat we hier even mochten zijn. Ik hoop echt van harte dat we de verkiezingen gaan winnen en dat jullie na 17 maart gewoon direct op 18 maart weer open mogen. Ja.